Het lijkt erop dat de tv-carrière van Matthijs van Nieuwkerk op het punt van ontploffen staat. De Volkskrant-onthullingen over zijn wangedrag zijn keihard aangekomen en omdat hij in zijn eerste reactie aan de krant geen enkel berouw toonde, twijfelt BNNVARA nu openlijk aan de samenwerking met Matthijs. Matthijs is behoorlijk verdrietig, zegt zijn goede vriend Özkan Akyol in de Vandaag een site van gisteravond. Ik heb hem vanmorgen even gebeld omdat we wisten dat we dit gesprek gingen voeren. Hij maakte een heel aangeslagen indruk. Verdrietig. Ik denk ook wel overrompeld. Hij vervolgt, ik denk niet dat hij had gedacht dat dit zo groot zou worden, want het is wel heel groot, hè. Ik bedoel, Buitenhof, Nieuwsuur, Renzo ook gisteren, bedoelt Renze, Red. Hoe zit het met de eerste verklaring die Matthijs naar de Volkskrant heeft gestuurd? Ik weet niet precies hoe het zat, maar het werd niet gewaardeerd door de omroep, dus had hij een nieuwe verklaring gegeven. Ze vroegen, heb je wel spijt? Natuurlijk heb ik spijt. Wil je dat er even duidelijker in zetten? En die namen moesten er volgens mij uit. Özkan doelt op de oud-collega's waar Matthijs naar uithaalde in dat eerste statement. Daar was BNNVARA niet blij mee. Ik weet dat ze volgende week met elkaar gaan praten, maar ik heb ook het idee, dat is mijn interpretatie, dat heeft hij niet tegen mij gezegd, dat hij zich in de steek gelaten voelt door BNNVARA, omdat hij zich niet gesteund voelt. Wat zegt BNNVARA vandaag, na een weekend vol Matthijs ophef? De omroep bevestigt aan de Volkskrant het niet kies te vinden dat de presentator in zijn eerste verklaring uithaalde naar twee oud-collega's. Dit vonden wij niet passend, omdat het zou en zou moeten gaan om een publieke en persoonlijke spijtbetuiging. En toen? We hebben toen aangegeven dat het voor ons van essentieel belang is dat hij richting medewerkers erkent dat hij over grenzen is gegaan. Vervolgens stuurde Matthijs een tweede statement, maar BNNVARA is niet overtuigd. Wij moeten vraagtekens zetten bij de oprechtheid van dit tweede statement aangezien deze tot stand is gekomen nadat wij Matthijs van Nieuwkerk hebben laten weten dat we teleurgesteld waren over het eerste statement. Johan Derksen stelt in Vandaag een site dat dit het ultieme moment is voor John de Mol om toe te slaan. Dit is de uitgelezen kans. Die Matthijs voelt zich natuurlijk in de steek gelaten door de VARA. Ik denk dat Matthijs ook niet verder wil. Dit is de kans voor John de Mol om hem naar de commerciële te halen. Dit is de kans om hem te pakken. Voor de presentatie van het noodlijdende HLF 8? Wat dan ook. Hij is nooit geïnteresseerd geweest in de commerciële, maar dit zou een reden kunnen zijn.
Thank you.